Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ook vandaag ben ik in de studio en ik heb een heel interessante gast. Het is namelijk zo dat Stiwewa in het weekend, dus afgelopen zondag, een zang- en danscontest heeft georganiseerd. En dat leek me heel leuk, dus hebben we gemeend een gesprek daarover te hebben. Daarom is de gast vandaag mevrouw Simone van Dracht, met wie ik ga praten onder andere over dat zang- en danscontest. Maar zoals we altijd doen bij In Gesprek Met, gaan we eerst kennis maken met Simone. Ik mag Simone zeggen, toch? Jawel, dat mag. Welkom in Gesprek Met. Dank u wel. Dus wie is Simone van Dracht? Zo. Simone van Dracht is een hele veelzijdige jonge vrouw. Ze doet van alles zo'n beetje. Zo, en haar passie is eigenlijk het omgaan met jongeren, studenten, het begeleiden van jongeren. En vandaar dat ik ook bij Stiwewa zit. Ja? En wat voor functie heb je daar? Bij Stiwewa ben ik momenteel kaderlid en ik ben verbonden aan de afdeling. Want binnen Stiwewa hebben we verschillende afdelingen. Okay. Momenteel ben ik een allrounder. Allrounder, dus je kan overal ingezet worden. Ik kan overal ingezet worden. Maar, dus je hebt al aangegeven dat is je passie omgaan met jongeren en daarvoor staat Stiwewa ook. Ja. Maar wat heb jij, wat doe je in het dagelijks leven? Wel, momenteel ben ik als SLB'er werkzaam op het NATIN. En waarvoor staat SLB? SLB, dat is een studieloopbaanbegeleider. Okay. Dat wil zeggen dat ik met studenten eigenlijk zo'n beetje hun ontwikkelingsproces, hun onderwijsleerproces aan het volgen ben. En hun daarbij stimuleren en een beetje monitoren. Ja, interessant. Yes. Hebben ze het echt nodig? Natuurlijk. Mm-hmm. Elke student, maar elke jongere. Soms denk je, als iemand gaat op NATIN, dan weet hij precies welke richting hij uitgaat. No, meestal is het zo dat jongeren nog niet altijd weten wat ze willen. Mm-hmm. Die vragen bijvoorbeeld, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, ze lijken zulke simpele vragen. Okay. Probeer een antwoord op te geven. Mm-hmm. Je gaat steeds merken dat het antwoord verschilt. Yeah. En soms duurt het een x-aantal jaren voordat je exact een goed antwoord daarop kan geven. Mm. Ook bij jongeren is dat het geval. En bij ons als studieloopbaanbegeleiders is het de bedoeling dat we die studenten helpen te ontdekken wie ze zijn en waarom ze een bepaalde keuze maken. Is die keuze van hun goed overwogen bijvoorbeeld? Is het echt wat ze willen? Bij mijn studenten heb ik bijvoorbeeld dat ik steeds vraag, waarom heb je gekozen voor een bepaalde richting? Mm-hmm. Wat wil je later worden? Yeah. Om daarna voor zichzelf na te gaan van, is dat wat ik wil worden? Komt dat overeen met de studie of de richting die ik gekozen heb, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Want wat merkte ik? Jaren terug was dat het geval op het IOL. Yes. Je kreeg een heleboel studenten daar die eigenlijk niet daar wilden, maar geen andere keuze hadden. Dus daar, zich daarom hebben ingeschreven op het IOL. Maar niet echt leerkracht of zo wilden worden. Dat heb je, ja. Oké, dus dat wil je voorkomen. Dat wil ik voorkomen. Gericht bezig zijn. Jawel. Oké. Maar moet je daarvoor een bepaalde studie hebben gevolgd? Of? Nou, je hebt er verschillende studieën die je gedaan zou kunnen hebben. Ik heb bijvoorbeeld, of mijn loopbaan was dat ik van de Milo school, ik ben een A-student geweest. Mm-hmm. Ik ben toen naar het HAVO gegaan, dus van de derde klas, Milo, naar HAVO. Mm. En na mijn HAVO-opleiding heb ik gekozen voor het IOL. Ik heb daar pedagogiek gedaan, MOA-pedagogiek en daarna bachelor-pedagogiek. Ook nog mijn MOB behaald het vorig jaar. Mm-hmm. En dat sluit toch wel aan op deze studie. Ja, ja, ja. Of op deze loopbaan. Want pedagogiek leert je in de grond? Eigenlijk opvoeding van kinderen. Het is veelomvattend. Oké, nee. Mm-hmm. Jij bent dus the right person on the right place. Dat geloof ik ook. Zo'n vis in het water. Maar laten we praten over Stiwewa. Waarvoor staat Stiwewa? Stiwewa stond. Ik zeg bewust stond, voor Stichting Welzijn. Welzijn Wintiwai. Mm-hmm. Welzijn Zorg Wintiwai was het. Maar een paar jaren terug, of een x-aantal jaren terug, om een bij 40 jaar terug, is die overschakeling gemaakt van een stichting naar een vereniging. Okay. En daarbij is die naam Stiwewa, omdat die al bekend was, is het zo behouden. Oh, dus nu is het geen afkorting meer. Is gewoon de naam van de vereniging is gewoon Stiwewa. Yes. Oké, leuk. En waarom heb je ervoor gekozen om kaderlid te worden? Nou, ik kan me terugvinden in die doelstellingen van Stiwewa. Mm-hmm. Ik sta voor ontwikkeling van jongeren, zoals ik het aan het begin van het gesprek zei. En Stiwewa houdt zich daarmee bezig. We zijn bezig met het
begeleiden van die jongeren, huiswerkbegeleiding, ook actieve zaken of zaken waarbij ze een beetje pret kunnen beleven, zoals zo'n zang- en danscontest. Ja. Daarnaast heb je verschillende sportactiviteiten waarmee STWA zich bezighoudt voor de jongeren. En dat sluit helemaal aan. Ja. Maar is het alleen voor jongeren van Wintiwaai en omgeving? We zijn eigenlijk gefocust op Paramaribo Zuid voor nu. Daaronder vallen Wintiwaai, Nieuwweer, Latour en omstreken. En komen er veel kinderen? Er komen best wel veel kinderen. Veel, no? Jawel. Mooi. Het zang- en danscontest. Jawel. Oké, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat geboren, dat idee? Nou, zoals ik het aan het begin aangaf, heeft hij wel verschillende afdelingen of bureaus. En een van de bureaus is JOS. JOS. Jongerenontwikkeling en sport. Oké, mooi. En daarbij is het zo dat we jongeren aanmoedigen om zichzelf te ontwikkelen. We doen ook aan talentontwikkeling. En uitgaande daarvan is onze zang- en danscontest geworden. Oké. Yes. Dus er zijn veel jongeren die eigenlijk dat talent hebben en dan wordt er daarop gefocust. Er wordt daarop gefocust. Hoeveel jongeren hebben meegedaan? Zo, we hebben er 2 contesten gehad met heel veel registraties. Weliswaar hebben we meegemaakt dat niet iedereen die geregistreerd heeft is daadwerkelijk komen opdagen voor de activiteit. Bij de laatste van 20 februari hebben we er 13 contestanten gehad. Laatste, dus er waren al een paar? Er was 1 ervoor. Oké. Okay. En was het de finale deze? Of hoe het waren twee aparte zangcontesten. Omdat we niet al de scholen, er hebben om en bij 33 scholen meegedaan. Okay. En als we zouden moeten letten op alle geregistreerden, dan zouden we dat alles niet in één kunnen doen. Dus vandaar die opsplitsing. En dan, hoeveel waren er? 33? Er waren 33 scholen. Scholen en hoeveel kinderen? En van de kinderen, voor de tweede dag, dus 20 februari, waren er 13 contestanten. 13? Ja. En wat was het, een voorronde, een finale? Of? Dat alles in één. Alles in één. Ja. En wie is de winnaar of winnares geworden? Er zijn er 2. We hadden 1 winnares voor de zangcontest en 1 winnares voor de danscontest. Natuurlijk 3 prijzen, maar ik ga dan de namen noemen van beide nummer 1. Ja. Bij dans was dat mevrouw Tanti Giorcella. En bij zang was dat Dale Jofaisa. Zo, oké. En wat hebben ze ontvangen? Wat was uw eerste prijs? De eerste prijs was een leuk pakketje. Een geldsbedrag van 100 SRD. Ja, en nog wat lekkers. Leuk. En komt er een follow-up of was het een eenmalige dat activiteit? Zouden we nog, dat is geen eenmalige activiteit, maar de datum voor de volgende moet nog geprikt worden. Nou, maar die kinderen waren enthousiast. Ze waren enthousiast. Nou, dat is heel leuk hoor. En hoeveel nummers moesten ze voordragen of zingen? Ze mochten er 1 voordragen. 1. Jawel. En daaruit is de winnares gekozen. Yes. Je krijgt in de eerste instantie voor de voorronde kreeg je er 1 minuut. Om onze intro te geven. Okay. En daarna, als je in de finale kwam, dan mocht je dat lied verder zingen. Dan mocht je er alles aan doen om je prijs eigenlijk in de wacht te slepen. En zingen ze goed? Is het echt talent daar? Is echt talent, ja. Echt talent. Want u was zelf in de jury? Ik was zelf in de jury, was het moeilijk? Op waren ze zo goed? Jureren, daarbij gaat het altijd een beetje moeilijk. Toch? Je kijkt naar verschillende zaken en soms zijn mensen even goed, soms is één net een beetje beter. En soms is gewoon de manier van interactie met het publiek een beetje beter, interessanter. En op al dat soort dingen zou je moeten letten. Maar we zijn er toch uitgekomen. En er was heel belangstelling, want ik had wel begrepen dat je moest registreren. Ook het publiek gewoon, of alleen? Eigenlijk mocht iedereen... er een ouder meekomen. Oké, want ja, gelet op de COVID-maatregelen. Ja. Yes. Ja. Hoe is... Dus in elk geval, het is een heel mooi contest geworden. Jawel, helemaal. Succesvol? Succesvol. Mooi. Maar hoe is die weer omgegaan met COVID-19? Want u weet, vele organisaties waren lam gelegd. Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Nou, wel, een stichting of een vereniging voor ontwikkeling, dat kan je niet gelijk lam leggen. We willen de studenten, we willen de jongeren niet in de steek laten. Daarbij hebben we steeds de COVID-regels of COVID-maatregelen in acht moeten nemen. Dus we kwamen dus af en toe wel bij elkaar, maar dan wel met de neuskap, het ontsmetten van de handen, het opnemen van temperatuur, dat alles werd in de gaten gehouden. Ja, ja. Yes. Want
de kinderen van die buurten ontberen vaak ontspanning en dat soort zaken, toch? Jawel. En dus jullie zijn daar het antwoord op? Jawel, helemaal. Maar op welke groep mikken jullie? Alle kinderen of zijn het schoolverlaters of welke groep? Alle jongeren. Alle jongeren? Jawel. Mm-hmm. En hoe bereiken jullie ze? Nou, een van de manieren waarop we deze jongeren bereiken is door de scholen te bezoeken. Vandaar dat ik aangaf dat we naar 33 scholen zijn geweest om die jongeren te bereiken. En ja, ze komen er wel? Een paar komen er. Anderen zijn van de buurt, anderen krijgen het van horen zeggen. Mm-hmm. En dan komen ze er naartoe. Maar als we het hebben over schoolverlaters, die zitten dan niet op school. Hoe bereiken jullie die? Bij hun zouden we dan... Kijk, ik ben kaderlid, bepaalde zaken. Die vragen zouden eerder gesteld kunnen worden aan de bestuursleden. Ja. Ik wil weten of jullie het veld intrekken en dat soort zaken. Dus dat weten zij. Dat weten zij, ja. Oké, maar ben jij van de omgeving? Ik ben van de omgeving. Wie ik ben van de Nieuw-Weergevondenweg. Oké, dus daarom. Want hoe ben je in contact gekomen met Stiwewa? Wel, dat komt eigenlijk door de bank waar ik werkte. Mm-hmm. Stiwewa is een cliënt van de bank waarvoor ik werkte. En ik heb toen een gesprek gehad met meneer Robbie Berghout. En omdat ik op afdeling customer care zit, je weet, know your customer, is het soms handig goede gesprekken te voeren met je cliënten. Mm-hmm. En uit één zo'n gesprek heb ik kunnen halen waarmee Stiwewa zich eigenlijk bezighoudt. Dus hebben we uitgaande daarvan een afspraak gemaakt om elkaar weer te spreken daarover. Mm-hmm. Zodoende. En ik ken meneer Berghout. Die is heel gepassioneerd. Hè? Helemaal. Hij gaat er echt voor, want de stichting bestaat al. Hoeveel jaar? In totaal nu 42, 43 jaar. Houdt u me dat ten goede? Zo. Ja. Het is een hele tijd. Ja, timmer aan de weg. Maar u zegt bij de bank. Dus daarvoor, Natin, werkte u bij de bank? Voor Natin werkte ik 6 jaar bij een bank. Ik heb daar op verschillende afdelingen gewerkt. Ik heb gewerkt op afdeling kassierderij als junior teller. Daarnaast heb ik ook nog gewerkt op afdeling boekhouding, accounting en reporting. En voor het laatst op afdeling customer care back office. Mm-hmm. Yes. Dat was niet de studierichting. Nee, dat was helemaal niet de studierichting. Kijk, als jongere en als schoolgaande heb je behoefte aan een vaste baan. Mm-hmm. En als het bijvoorbeeld niet gelijk lukt in de branche waarin je zou moeten werken, zou je ervoor open moeten staan om andere dingen te leren. Absoluut. En dat heb ik dan gedaan. Yeah. Ik ben... eigenlijk was het geen verkeerde keus. Mm-hmm. Daar heb ik ook heel veel kunnen leren. Mm-hmm. Ik ben ook een beetje losser gekomen. Yeah. Doordat ik daar heb geleerd hoe eigenlijk mijn presentaties te houden. Ik heb daar bijvoorbeeld handleidingen mogen schrijven. En dat alles heeft bijgedragen aan wat ik vandaag ben of mag zijn. Mooi. Stiwewa mag blij zijn met dit lid. Helemaal. Zijn er veel mensen lid van Stiwewa? Jawel. Ja? Want als er verschillende onder... wat zijn afdelingen? Afdelingen en bureaus. Hoeveel afdelingen zijn er ongeveer? Zo, om ze allemaal bij naam te noemen. Voor nu kan ik noemen algemene zaken, dus de allrounders, groep van de allrounders. Jos, van de jongeren, vrouwenzaken. Mm-hmm. Je hebt een financiële afdeling. Dat zijn er een paar. Maar jullie houden je dus niet alleen bezig met jongeren? Nee, ook ouderen. Ook met ouderen. Want ik heb begrepen dat er in de tijd een training was voor jonge vrouwen om ze een beroep te leren. Dat klopt. En? Zijn ze enthousiast? Zo, toen was ik misschien nog geen kaderlid. Ik heb er wel eerder, voordat ik echt kaderlid werd, hoorde ik over Stiwewa en bepaalde activiteiten, maar ik wist nog niet inhoudelijk waarmee ze zich bezig hielden. Hoe lang ben jij lid? Ik ben al iets langer dan of om en bij een jaar kaderlid. Oh, oké. Okay. Ja. Dus je moet nog echt nog... Ik moet nog veel leren. Oké. Maar het is leuk. Dus dat we zeggen, als ik zo naar je luister, Stiwewa die heeft voldoet echt aan de behoeften van die omgeving daar. En ze geven niet op, want helemaal financieel niet. Loopt het goed. Er zijn sponsoren. Mm-hmm. Toch? Er is altijd ruimte voor meer. Ja. En als er mensen zijn die graag een bijdrage zouden willen leveren aan het werk wat Stiwewa doet, dan mogen ze contact opnemen met de organisatie. Ja, ook een lekkere directe oproep doen. Ja. Maar dat zang- en danscontest, het is niet een eenmalig ding. Nee. Volgend jaar of later of in het jaar. Later in het jaar. Want wat doet de nummer 1 verder? Die mag op een andere activiteit ook komen zingen of dansen. Ja.
Dus die kan bijvoorbeeld optreden bij activiteiten als opener. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is echt leuk. En was het de leeftijd? Wat was de leeftijdscategorie? De leeftijd was van 12 tot 18. 12 tot 18. Yes. En komt er ook een zangcontest voor de volwassenen? Zo. Want die er zijn een heleboel mensen die je weet, die ook willen zingen. Golden Oldies. Of dansen. Ja, dat zou een heel mooi idee zijn. Dat idee zouden we mee kunnen nemen. Toch? Dat je, want we hadden een Evergreen Song Festival vroeger, toch? Dat kan. Voor dat de Evergreeners en mensen boven 40. Nou, maar dat was heel leuk. Dus wat zeg je nog tegen de mensen die komen bij Stuwewa en gewoon tegen de bevolking in het algemeen? Wel, ik wil de jongeren, vooral de jongeren in Paramaribo Zuid, uitnodigen om zich aan te sluiten bij Stuwewa. Dat gaat je goed doen, je gaat veel leren. Mm-hmm. En die begeleiding is goed. Ook ouderen bijvoorbeeld die een van deze afdelingen zou willen ondersteunen, jullie zijn van harte welkom. Nou, en die oproep komt van mevrouw Simone van Dracht, kaderlid van Stuwewa. En met haar hebben we onder andere gesproken over het zang- en danscontest dat afgelopen zondag, 20 februari, is georganiseerd te Stuwewa. Waar was het precies? Dat was te Wintiwaai. Wintiwaai? Ja. Oké. Okay. Nou, in elk geval heeft u gehoord dat voor de kinderen van Paramaribo Zuid, want dat is heel breed genomen, die kunnen zich aansluiten dus bij Stuwewa. En kosteloos? Kosteloos. Kosteloos, dus dat is heel goed. Want dat betekent dat er geen drempel is voor de kinderen. Ze kunnen gaan en er is huiswerkbegeleiding. En ze kunnen hele leuke sport- en spelactiviteiten doen. Dus ik zou zeggen, als u van die omgeving bent, laat uw kind vooral gaan naar Stuwewa. Bedankt voor je komst naar de studio. Heel graag. En heel veel succes met de organisatie. Dank u wel. Maar u gaat nog niet weg, want zo meteen ben ik er met het tweede onderdeel. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel had ik dus een gesprek met mevrouw Simone van Dracht. Zij is kaderlid van Stuwewa. En in het tweede deel gaan we met een even interessante persoon praten. En een welbekende ook, hoor. Dat is de heer Steven Rijmen, apostel van Logos International. Want deze organisatie heeft afgelopen zaterdag haar 40-jarig bestaan gevierd. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. En welkom in gesprek met... Yes? Yes. 40 jaar Logos International is een mensenleeftijd. Ja, toen de ministry begon onder leiding van pastor Detta Hewitt en haar man Walder Hewitt was ik een jongen van 14 jaar. 14 jaar. En niet eens in de kerk. Precies. Ja, dus het is een hele mensenleven. En we danken de heren dat ze toen geroepen werd om het evangelie van Jezus Christus te prediken. Mm-hmm. En let wel, zij was dacht ik de tweede vrouw die dat deed. Dus zo publiekelijk en niet direct geaccepteerd toen de tijd. Een hele andere moeilijke generatie toen. Mm-hmm. Vrouwen werden niet zo makkelijk geaccepteerd. Ja. Zeker ook niet om als predikant te prediken. Mm-hmm. Maar mevrouw Ilse van Kanten deed dat, van de gemeente Jezus Christus. En mevrouw Detta Hewitt was toen ook bij haar in de gemeente. En later heeft ze haar eigen ministerie samen met haar man gestart. Dat is 16 februari 1982. En dat is Logos vanaf toen? Ze heeft Stichting Volle Evangelie Gemeente Logos gestart. Vanaf 2010, toen ik overnam. Ik nam over in 2009, maar omdat ik een beetje meer internationaal georiënteerd ben, hebben we veranderd naar Stichting Logos International. Mm-hmm. En is Logos een afkorting of gewoon? Nee, het woord Logos betekent het geschreven woord van God. Oh, Logos. Dus als je ze gaat lezen in de Bijbel, in het Grieks, dan zegt de Bijbel bijvoorbeeld de heel bekende tekst, Johannes, in den beginnen was het woord. Aha, het woord daar is, in het begin was de Logos bij God en de Logos was God. Het woord. Ja, het woord van God is Logos. Maar hoe kwam het dat u overnam? Hoe is dat toegegaan? Het is een samenloop van omstandigheden. Ik was in 2002 terug uit Amerika nadat ik mijn theologische opleiding had afgerond. En ik was jeugdvoorganger bij de gemeente Godsrivier Ministry. Mm-hmm. En terwijl ik daar was, had ik een hele goede relatie met
mevrouw Detta Hewitt vanwege het feit dat we elkaar elk jaar tegen januari ontmoeten, 2 tot 5 januari, mm-hmm. in Californië bij meneer Morrisarello, de bekende Morrisarello. Uh-huh. Zij is trouwens degene geweest die Morrisarello bekend heeft gemaakt in Suriname, dat je elke dag om, dacht ik, tegen 12 uur op kanaal 8 mm-hmm. een Morrisarello bijbelstudie kon volgen voor prediking. Mm-hmm. Dus er zijn een paar mensen die toen gingen naar de conferenties toen. Het was niet zoals nu dat je thuis zit en kijkt naar een conferentie. Ja. Je moest daar gaan. Ja. En wij keken toen en ik ontmoette er elk jaar daar. Dus we hadden een relatie als mensen die elkaar altijd ontmoeten daar, op reis. En dat is gebleven. En toen ik terugkwam, zag ze me een keertje op de televisie, toevallig ook bij, was het bij ATV. Ik was net begonnen met het programma The Best Is Yet To Come in 2009, februari 2009. Dus is alle, toen? Okay. Ja, ja. En ze zag me en ze heeft me toen gevraagd. Ik zou je niet een programma voor me willen doen bij Stem van het Volle Evangelie, die toen was bij STVS. Mm-hmm. Dus ik heb het toen voor haar gedaan. Volgens mij vond ze dat goed. Ze heeft me wel gezegd, luister nou, als je klaar bent moet je met die mensen bidden hoor. Je doet je programma de best is yet to come, maar ik ben van de andere generatie. Je moet met de mensen bidden. Dus ik zeg oké. Dus in mijn hart dacht ik wel, dat ga ik niet meer doen, want ik wil het doen zoals ik dat wil hebben. Ze belde me weer. En ik zeg, laat me toch nog een keer voor dat doen. Maar aan het einde van het programma heb ik gebeden. En toen belde ze me naar het programma en zei, geweldig. Zo hoort het. Dus soms moeten we ook luisteren naar absoluut, de oudere mensen. Absoluut. Want zij zat al een tijdje in de televisie. Intussen was het bijna al een aantal jaren. Ik dacht 35 plus jaren toen. En toen werd ze was ziek in die periode. En toen heeft ze me gezegd, wil je me niet komen helpen prediken? Ik ben een paar keer voor de gaan prediken. En ik werd toen gebeld op een dag als ik bij haar kan komen. En toen zat ik met haar. En toen kwam het erop neer, de gemeente. Wie gaat het overnemen? En toen is het toen aan mij gegeven om verder te gaan namens haar. En dat hebben we nu 13 jaar geleden begonnen. En dat doen we. En het is goed. Kijk, meestal als de mensen ouder worden, zien we dat niet altijd men direct misschien een opvolger heeft gemaakt. In haar geval was het de bedoeling dat we samen een opvolger zouden maken, maar de Heer heeft anders beslist. En we hebben gemerkt toen dat die gemeente ook een beetje declined. Yeah. You know, mensen maar ze had niemand dus voorbereid op die taak? Ik denk van wel, maar ze was niet ready. En toen de ziekte kwam om over te dragen, dacht ze, misschien is het best om iemand met een theologische achtergrond, die gestudeerd heeft en die ook intussen al 6 jaar jeugdvoorganger was in een andere gemeente. Mm-hmm. Wat mensen ze niet weten, dat ik niet van de gemeente Logos ben, maar dat ik letterlijk gevraagd werd vanuit een andere gemeente om te komen helpen. En laten we zeggen dat de Heer het zo geleid heeft dat ik dan de voorganger ben geworden in 2009. En de mensen hebben u geaccepteerd? Ja, het waren ongeveer 50 mensen toen. Ah. En zij hebben ons geaccepteerd. En we hebben gezien wat God gedaan heeft in de afgelopen tijd. Van de 50 is het nu geworden? Nou, we hebben een aantal gemeentes nu. Ik dacht 6 gemeentes die we gesticht hebben. En 5 gemeentes waarbij wij, wat men noemt, covering. Je bent de apostel van hun, dus ongeveer 11 tot 12 gemeenten. Mm, met een totaal aantal leden? Misschien tussen de 1500 leden tot 2000 leden. Zo. In al de gemeenten samen. Ja, misschien dus ietsje meer. Ik hou me niet zo bezig met getallen, maar het is een aantal. Oké, okay. Dus 13 jaar bent u daar. 13 en u jaar heeft ben die ik groei meegemaakt? Ik heb die groei meegemaakt. Het is soms tof om over te nemen van iemand die 36 jaar de leiding toen had. Of een aantal jaren. Mm-hmm. 27 jaar. Want als ik 13 jaar daar ben, dan 40 met 27. Ja. Steven, je moet je... ja. Precies. Dus we denken te veel met telefoons. Mm-hmm. Oké, dus 13 jaar. Dus het is moeilijk als iemand 27 jaar de leiding heeft gehad. Maar ik mag zeggen dat ze, de mensen die daar waren gebleven van zuster of pastor Detta Hewitt, waren mensen die willing waren om die nieuwe weg op te gaan met een jonge man toen.
En we hebben het samen gedaan. En al die, vrijwel allemaal zijn nu voorgangers. Mm-hmm. Hebben gemeentes gesticht samen met mij. En hebben hun bestemming kunnen bereiken in de Heer. Want de bedoeling was van mij toen ik kwam, is om hun te brengen in de bestemming. Mm-hmm. En samen hebben we de Heer voor grote dingen geloofd. En de Heer heeft toegevoegd meer aan mensen, waardoor wij vandaag zijn wat we zijn. Dus eigenlijk, u was er niet bang voor om andere voorgangers te creëren? Nee. Want soms lijkt het alsof de voorgangers onderling geen concurrentie wilden. Nee, kijk, wat belangrijk is, heeft te maken met je mindset. En mindset. En ik denk dat het een Surinaams probleem is. Dat we merken dat men niet graag successors wil klaarmaken. Het is niet alleen, laten we zeggen, in de kerken, de goede niet nagesproken, maar ook in het bedrijfsleven zie je dat men moeilijk een successor wil klaarmaken. Maar in principe, Jezus heeft gezegd, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En nog grotere dan deze. Dus dat betekent, wanneer nu Jezus Christus dat zelf zegt, geeft hij aan dat als je wil hebben dat je legacy of dat je boodschap blijft voortbestaan, moet je altijd discipelen klaarmaken of successors of mensen die met jouw missie en jouw visie willen rennen. En dat is belangrijk. We zien dat we veel praten over mannen als Socrates, mannen als Plato, noem die filosofen die we steeds citeren. Maas Monroe wordt ook veel geciteerd. Mm-hmm. Dus hun boodschap wordt nog steeds gedragen door hun volgelingen. En ik denk, dat is wat wij moeten ook doen in het bedrijfsleven en in kerken. Ervoor zorgen dat wat wij gehad hebben van God, dat wij dat overdragen. Zodat de personen na ons dat op een hogere, in een hogere dimensie kunnen brengen. Mm-hmm. En dat kan. Ik bedoel, kijk naar KFC. KFC is klein begonnen, deze keer de hele wereld. Mm-hmm. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen doen met logos of maar met is bedrijven? Is het dan geen verschil? Want sommige mensen redeneren van, hoe lijkt het er nu op alsof kerken als bedrijven worden gerund? Is toch anders? Kerken moeten allereerst als een instituut die door God ingesteld is, door Jezus de Christus zelf gerund worden. Dat betekent dat de dingen waaronder we ons eerst onderwerpen is de Bijbel. Mm-hmm. De Bijbel is onze, laten we zeggen, CAO. Mm. Laten we het een beetje, onze leidraad. Ja, onze leidraad. als de dingen die we doen niet in overeenstemming zijn met de Bijbel, dan ben je niet meer bezig met God. Dan is God niet meer degene die je volgt. Maar tegelijkertijd leef je in de wereld. Je bent niet in de wereld, maar je leeft in de wereld. En de Bijbel zegt in Romeinen 13 dat we ons moeten onderwerpen aan de overheid. En zolang die overheid wetten maakt, want God werkt door wetten, en die wetten niet tegen God zijn, dan zijn wij verplicht als kerk om ons ook te onderwerpen aan die wetten. En ik dacht ongeveer 20 of 25 jaar, misschien 30 zelf, was het toen bekend dat kerken niet meer kerken konden zijn zoals het moet. Dat ze stichtingen moesten zijn. Oh. Non-profit organization. Mm-hmm. En non-profit organization zijn dan officiële instellingen die dan ook onder de wet vallen. Mm-hmm. De mensen gaan je niet komen zeggen hoe je moet prediken en zo. Maar je moet wel voldoen aan bepaalde dingen. Nu bijvoorbeeld met de wet op openbaar van bestuur heb je nu bijvoorbeeld dat omdat kerken ook rekeningen hebben, mm-hmm. dat wij ook nu meer dan ooit jaar verslagen. En nu zijn we verplicht om ze te sturen naar de bank waarbij okay. we onze rekening. Dus het wordt niet gedraaid als een bedrijf, maar omdat je zit in die wereld en een status hebt genomen om rechtspersoon te zijn van stichting, dan ben je verplicht om ook jouw kerk zodanig in te richten dat het geestelijke zeker doorgaat, maar je moet het maatschappelijke wel in orde hebben als je als kerk daadwerkelijk wil bestaan. Hoe ziet die structuur van Logos International uit? Is het een stichting? Is het een kerk? Het is een stichting, mm-hmm. maar wat wij gedaan hebben, wij hebben twee organograms. Mm. We hebben een geestelijke organogram waarbij ik dan de apostel ben en samen met de pastors de geestelijke leiding heb
over de kerken die we hebben gesticht. Maar je hebt ook een bestuurlijke organogram. Oh, okay. Waarbij mijn persoon, ik ben dan de voorzitter, en mevrouw meester Eines Huizen is de ondervoorzitter. Mm-hmm. En dan heb je penningmeester alles. Dus bijvoorbeeld, laat me dat clearen voor mensen die geen verstand hebben hoe kerken worden gedraaid. Mm-hmm. Ik kan niet gewoon lopen naar de bank en het geld van de gemeente nemen. Nee, het moet altijd zoals in elke stichting dat door twee mensen worden opgenomen. Mm-hmm. Dus alles wat je doet moet volgens de statuten die Logos International heeft en die heeft ingediend als stichting bij justitie en bij Kamer van Koophandel moet je leven overeenkomstig die statuten. Dus er is elk jaar dat ik herkozen word, dus om de 5 jaar en dat soort dingen. Omdat het een voorganger is die geroepen is, dan is het niet makkelijk zo dat je niet herkozen wordt. Mm-hmm. Begrijp je? Dus 2009 tot 2013, ik ben 2 keer herkozen. Okay. Dus in een vergadering. En nu? En nu ben ik nog steeds de voorzitter. Maar tegelijkertijd ben je ook de visionair en de apostel des Heren. Dus die de gemeente draait. Want meestal is het zo dat de kerkleider hoort van God en gaat dan de richting van God. Zoals mama Hiwit, zoals ze werd genoemd, gehoord had dat de kerk moet heten Logos, het woord van God. En zij ook had gehoord, zorg ervoor dat je omkijkt naar de kinderen. En ze heeft een crèche daar gebouwd. Mm-hmm. Ja, een crèche, ja. En dan is dat zo. Dus kijk, die kerk is niet gewoon alleen een kerk. Kijk, wat wij vroeger als kerk deden, we hielden ons alleen bezig met het verkondigen van het woord van God. Mm-hmm. Maar, en we waren toen geestelijke reuzen, maar maatschappelijke dwergen. Maar intussen weten we dat je vanwege de vorm waarin je bent als rechtspersoon, is het belangrijk dat je ook daar jou ervoor zorgt dat je je daarin schoolt en doet wat je moet doen in die samenleving. Dus wij doen niet alleen een crash, wij doen ook ander soort dingen. Binnen onze organogram hebben we bijvoorbeeld een steunfonds. We hebben ook een sociale fonds waarbij wij mensen helpen, want Jezus zegt, de armen moet je altijd armen. Die steunfonds heeft, daar kan je bijvoorbeeld als student intern vragen, maar ook extern. Vooral mensen die verderop willen studeren. Mm-hmm. En dan komt het bij het bestuur en het wordt goedgekeurd. En dat kunnen we helpen eenmalig en als het moet misschien meer. En zo hebben we heel wat van die sociale gevallen. Dus daarom zeg ik steeds, en ik ben hier voor Logos 40 jaar, maar ik wil nog dit als advies geven aan regeerders. Mm. Kerken, wij zijn constant bezig met sociaal-maatschappelijke problemen. Ja. Mm-hmm. Behalve dat we geestelijk bezig zijn met die mensen hun geestelijk leven, we zijn bezig met sociaal-maatschappelijke problemen. Mm-hmm. Dus wie zou het best kunnen weten hoe je mensen zou kunnen helpen, hoe je die hulpverlening zou kunnen geven. En dat doen we al 40 jaar als Logos International. Dus ik zou adviseren aan regeringen om kerken meer te betrekken, zeker bij sociale zaken, om te helpen. Ja. En om samen met kerken, bijvoorbeeld, we hebben het probleem, justitie heeft ons laten roepen, om te kijken hoe samen het probleem van de daklozen en de zwervers kunnen oplossen. Hoe is het opgelost? Het is nog niet opgelost. Hmm. We zijn nog bezig te kijken hoe of wat. We willen het brengen naar een centraal punt. Ik dacht dat één meneer had gevraagd misschien dat wanneer ze buiten de stad, naar mijn inzien, zou dat het beste zijn. Waar we ze niet alleen voeden, maar waar we ze ook kunnen resocialiseren door studie- en werkgelegenheid te geven. Mm-hmm. Waardoor je iets heel anders hebt. Dan heb je niet nu wat wij doen. Wat wij allen doen, we geven portie, wij geven 100 portie dagelijks. Meneer Vismalen en ook andere instellingen geven ook. Maar het is water naar zee draaien. Dus aan de ene kant ben ik blij dat de justitie, de politie gezegd heeft, go centraliseren als aan. Maar aan de andere kant zeggen, laten we gaan dan voor een duurzame oplossing. In de vorm dat wij kijken als we werkelijk een plaats kunnen vinden. Al is het onder leiding van de regering, ministerie van. En dat wij samen met de religieuze organisatie en ook andere organisaties samen een team vormen om zo onze Surinaamse broeders en zusters. Daarom heeft u uw stem laten horen van
Waarom zijn we niet betrokken bij de besluitvorming? Absoluut. En men denkt altijd dat het politiek is. Maar het gaat niet om politiek. Het gaat erom dat iedereen op zijn eigen manier, als je nu een Lions Club bent of een non-profit organization of een vrouwenorganisatie, het gaat altijd terug dat wij hulp willen bieden aan die persoon die in nood zit. En iedereen heeft zijn discipline, mm-hmm. zijn gebied waar hij werkt. En wij zijn echt bezig met mensen. Trouwens, onze levensfilosofie is hou van God en hou van mensen. Absoluut. Zoals Jezus dat gezegd heeft in Lucas 14, dat gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, mm-hmm. en geheel uw verstand. En hij noemt dat het eerste grote gebod en het tweede grote gebod, je naaste gelijk jezelf. Maakt niet uit wat de achtergrond is van de persoon. Ja, sommige mensen zeggen ja, maar among the double and money. En dat maakt niet uit. Onze taak is niet om te veroordelen. Onze taak is om barmhartig te zijn. Mm-hmm. Begrijp je? En de taak van de regering is om randvoorwaarden te creëren dat er sociale rechtvaardigheid aanwezig is in Suriname. Er is zondag een dag geweest, de dag van de sociale rechtvaardigheid. Mm. Ik heb gemerkt dat men niet eens aandacht eraan heeft geschonken. Ja, inderdaad. Begrijp Zo je? Zie je dat sommige dagen aan ons voorbij gaan. Maar laten we teruggaan naar 40 jaar Logos International. Was er een groot feest? Nee, want kijk, we leven in een COVID-periode. Mm. Dus we hebben sober, zoals wij normaal kerk zouden hebben, met uitnodigingen, hebben we sober feest gevierd. Niet, in de kerk is het geen sober, maar sober in de vorm dat als er geen COVID was, dan zaten we met honderden mensen daar. Ja. Maar nu was het een redelijke groep. Onze gebouw is vrij groot. De regels zijn, je mag 50 en als je het gebouw het toelaat, met inachtneming van de protocollen, kan je 100 doen. Begrijp je? En dat kunnen wij. Wij kunnen ons op gemak zelf 200 mensen nemen. Ja. Met die 1,5 meter afstand en de dingen. Dus we hebben het gevierd met een dankdienst. En het was leuk. Mm-hmm. En blijft het daarbij? Of is dit dan een jubileumjaar? Dit is een jubileumjaar. Mm-hmm. Meestal ga je niet je 41ste en de 42ste. Je doet dat om de 5 jaar. Maar we willen toch nog even doorgaan. Omdat wij bezig zijn te kijken als wij als kerkorganisatie toch iets terug kunnen geven, wat wij constant doen. Mm. Maar we dachten eraan om die commissie die daarmee bezig is, heeft voorgesteld dat we 2 instellingen zullen helpen en kijken als onze financiën toelaten of als mensen binnen de kerk willen doneren om te helpen dat we 2. En we denken meer in de richting van ouderenzorg. Mm. Maar het is altijd bij de bejaarden. En daarom word ik boos wanneer ik zie die sociale onrechtvaardigheid die er is. Mm-hmm. In Suriname. Ten aanzien van mensen die hard gewerkt hebben. Mm. Hun krachten gegeven hebben. Ja. En bijna niet kunnen uitkomen met hun pensioen en hun AOV. Maar de regering heeft beloofd per 1 maart verhoging. Ja. We hopen dat. Mm-hmm. En Logos in die 40 jaar, zeker in de laatste 10 jaar, willen we ook op dit gebied blijven beïnvloeden. En onze stem laten horen naar die regering toe. Mensen zeggen maar, Reime, ja, politicus en dat soort dingen. Maar if nobody talks. En de mensen die we graag zouden willen zien in de politiek, niet in de politiek willen zijn, dan moet een ander soort mensen komen, zoals mijn persoon. Mm-hmm. En die vanuit authenticiteit, dat betekent vanuit degene wie ik ben, kerkleider, toch gaan proberen om een bijdrage te leveren. Zodat elke regering die er ook is, als ik nu zetels krijg of geen zetels krijg, wel gaat weten dat we gaan kijken als die sociale rechtvaardigheid aanwezig is. En ook als een rechtsbeginsel is, zoals ik nu zoveel dingen zie waarvan ik zeg, de Heere kijkt vanuit de hemel en dit is niet goed voor Suriname. Dus dan moeten wij als kerkleiders, vanuit zeker die pet als kerkleider, dat laten horen. Maar ik heb ook gekozen om vanuit een andere pet ook dat te doen. Ja. Compleet gescheiden met wat ik doe, maar het is dezelfde persoon. Ja. Maar hoe komt het dat kerkleiders bijna niet gehoord worden? Of tenminste, de regering die schijnt ze altijd te vergeten. En wanneer ze erom roepen, dan worden ze gevraagd. Maar in eerste instantie worden ze niet bij betrokken. Omdat
men constant praat over kerk en politiek zijn gescheiden. Ja. Wat een domme uitspraak, naar mijn inziens. In alles in die samenleving zitten mensen die religieuze mensen zijn, die kerkmensen zijn. Ja. Dus het gaat nooit gescheiden worden. Ik begrijp wat men bedoelt, maar ik zeg het zo. Ja. Dus ik geloof dat je de kerk dan, door dat steeds die uitspraak gemaakt is, zich niet echt wilde laten horen. Je hebt wel uitzonderingen, je kunt de namen zo noemen, je kent die namen, maar dus dat ga ik niet doen. Maar die uitzonderingen werden niet echt gehoord. Maar als nu iedereen dat zou doen, elke reden zou zeggen, het onrecht dat geschiet in Suriname kan niet verder. Niet alleen zeggen dat Gado strafoen en dat na vloek weet je dat maar kon, maar het is gewoon onrecht. Dat you know, mensen komen en bijna door politiek rijk worden, family en friends. Ja. De kerk moet meer zijn stem laten horen over deze zaken. En niet als een bepaalde... Dus wat ik merk, wanneer een bepaalde partij aan de macht is, hoor je bepaalde kerkleiders. Mm-hmm. Wanneer een andere, hoor je ze niet meer, want nu zijn hun man. We moeten dwars door alles heen. Blijven praten over onrecht, want onrecht wordt gedaan aan de mensheid. Tegen die mensheid. En onrecht is slecht in de ogen van God. Want God houdt van mensen. En God wil hebben dat mensen samen met elkaar wonen. Zonder te kijken naar etniciteit en dat soort dingen. En dat we als één bromtje jari, zoals iemand het steeds zegt. Dat we zo met elkaar leven. En dat kan wanneer wij als samenleving luisteren naar de normen en de waarden die de religieuze leiders geven. Want die normen en die waarden, bijna allemaal zijn universeel. Mm-hmm. Respect hebben voor elkaar. Dat maakt het niet uit als je hindoe of christen bent. Begrijp je? De grijze, het respect geven. Ervoor zorgen dat je een ander, wat hij ook doet, respecteert. Begrijp je? Eert uw vader en uw moeder, noem maar op. Die 10 geboden gaan dwars bijna door alles heen. Mm-hmm. Maar misschien zijn het critici of negativisten die zeggen van, daarom eigenlijk moet je de kerk en politiek gescheiden houden. Want nu bent u kerkleider en ook politicus. Dan vraagt men zich af van, in welke hoedanigheid praat u dan? Praat u als politicus of als kerkleider? Of is het altijd dat die twee verweven zijn? Kijk, die twee hoeven niet verweven te zijn. Maar ik geloof in die wet van authenticiteit. Je bent wie je bent. Yes. Maakt dan niet uit welke pet je hebt. Dus ik ga niet iemand zijn die u gaat zien op een politiek podium en mensen uitschelden en morgen zondag iets anders zeggen, iets spreken. Ja, nee, ja. U gaat mij altijd op dezelfde manier horen praten. En ik denk dat is die sleutel die we nu moeten gaan vinden, die tussenweg. Dat we niet moeten kijken naar de petten, maar moet je kijken hoe gedraagt die man zich. Is hij authentiek op dezelfde plaats? Als hij zegt, dit zijn mijn waarden en normen, want ik ga nooit iemand volgen als ik niet zijn values ken. Ik moet weten, wat zijn je values, wat zijn je waarden en normen. Dan pas ga ik je volgen. Dus mijn grootste idool is Jezus. Dus ik ben zijn kerkleider hier op aarde. Maar er zijn andere dingen die je ook kan doen, behalve kerkleiders zijn. Desmond Tutu heeft dat gedemonstreerd. Noem maar op, er zijn zoveel die andere bekenden die dat gedaan hebben. De bekendste is sowieso voor onze tijd Desmond Tutu. Maar je kan ook zeggen Martin Luther King. En wanneer je een boodschap predikt waarbij rechtvaardigheid en gelijkheidsbeginsel en dat soort dingen aanwezig zijn, dan denk ik dat iedereen wel, je gaat altijd kritisch hebben, maar mensen gaan wel naar luisteren. Maar wanneer je één dag 100% politicus bent en morgen iets anders. En het hoeft niet alleen politicus en kerk te zijn. Want je kan vandaag daar staan met een baby in je hand en de grote liefhebber van kinderen spelen. En maar morgen, jij bent dezelfde minister die morgen niet wil tekenen voor die verhoging van die kinderbijslag. Ik geef maar een extreem voorbeeld. Dus je moet te alle tijden dezelfde zijn. Ja, want je weet, bij Surinamers, of ik weet niet of het overal ter wereld is, maar vooral bij Surinamers, leeft het idee van politiek is vies. Mensen, politici die liegen, bedriegen, dat is wat men vindt van politici. Dus dan begrijp je dat wanneer men zegt, Mekker, hoe kan een kerkleider dan een politicus zijn? Ja, een kerkleider mag niet liegen, bedriegen, ook al is hij politiek. Dus hij blijft zichzelf de values behouden.
Dus wat een normale politicus kan doen, kan ik niet doen. Oké. Ja. En daarop kan men u dus... Terugfluiten te alle tijden. Ja. Oké. Nou, 40 jaar Logos, daarvoor was u hier. Maar u weet, wij kunnen alle kanten op met u. Absoluut. Want eigenlijk zou ik ook een beetje willen praten over kiesstelsel, maar dat moeten we een andere keer doen. Ja, want, en misschien liever met Serena. Serena heeft. Ja, toch? Maar bent u daar voorstander van? Moet het gewijzigd absoluut worden, absoluut. Kiesstelsel? Het heeft ook te maken met rechtvaardigheid, gelijkheidsbeginsel, one man, one vote. Het heeft allemaal daarmee te maken. En ik denk dat wij als kerk daarvoor moeten blijven vechten. Okay. Ze heeft het gedaan als advocaat om te vragen dat het... ze heeft het ingediend bij het Hof van Justitie of van... Het Internationaal Hof. Nee, gewoon het Hof van ons hier. Hoger. Ja, ja. Oké. We komen erop. Dus, maar in ieder geval, ze heeft het ingediend. Ze heeft het ingediend dat het eigenlijk het ontbonden moet worden. Mm-hmm. En ik denk dat alles wat te maken heeft met eigenlijk onrecht. En wij noemen dat als mensen, logos. En zeker ik als persoon, fundamenteel onrecht, moet je gewoon weghalen. Mm-hmm. Dus als één persoon een pensioen kan krijgen van $1,000... En iemand anders die even hard gewerkt heeft, een pensioen krijgt van 1000 SRD, dan is dat fundamenteel onrechtvaardig. Nou, in ieder geval, ik zei u al, we zouden alle kanten kunnen uitgaan. Maar in ieder geval, we feliciteren u nogmaals met 40 jaar Logos International. Ja. Wat zegt u tot slot kort tegen de gemeenschap? Ja, wat wij nodig hebben als mens is weten dat er een schepper is die van ons houdt. En die zijn zoon Jezus Christus gezonden heeft om voor ons een kruis te sterven. Mm-hmm. En heeft maar, vraag maar twee dingen. Mm-hmm. Laten we van God houden en laten we van onze medemens houden. En als we dat doen, dan denk ik, gaat het makkelijker zijn om te vergeven. Makkelijk zijn om, als je brokkobana wil spelen, om te zeggen, ik laat het voor de Heer. Dus ik zou die samenleving oproepen om laten we meer gaan kijken naar de mens. De mens en niet naar doelen zoals politiek gewin, materiële doelen. Maar laten we meer naar elkaar kijken als mens. En elkaar meer liefhebben en meer waarderen en meer respecteren. Dat zou ik graag willen zien. Geweldig. Nou, meneer Rema, bedankt voor uw komst naar de studio. En ik zou zeggen, op naar de 50. Ja. Heel veel succes daarbij. Dank je wel, Carla. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hebben we gesproken met mevrouw Simone van Drag over het zang- en danscontest van Stiwewa. En in het tweede deel met de heer Steven Rijmen, apostel van Logos International, in verband met het 40-jarig bestaan van dat instituut of die kerk. En heeft u deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond iets rond 9 of na 9. Maar volgende week woensdag zijn we er weer met een andere aflevering. U kijkt dan ook. Tot dan. Goeiedag.